Vrijdagavond lijkt alles nog zo mooi. De fanclub houdt haar nieuwjaarsbijeenkomst in Hooghalen en groeit gestaag. Hoe anders is het maandagmiddag. Iwema lijkt de geldproblemen niet te gaan racen. Het bestuur komt bijeen en verzint allerlei acties. Maar ja, wat kunnen we nog meer doen, jongens? Wat kunnen we nog meer doen dat we die jongen aan het rijden krijgen? Ja. Het bestuur reageert verbijsterd over dit bericht. Ik dacht van, nou, daar gaan we. Ik had het niet verwacht, absoluut niet. En ja, dat was wel even een domper. Sowieso ook op het feest van vrijdagavond, maar ook de domper op de dag, afgelopen maandag. Ik ben de hele middag aan bellen gegaan. Naar iedereen, allerlei mensen heb ik gesproken. En allerlei bedrijven gebeld. Ik heb de NAM gebeld, de Esso, de Shell. Ik heb de Gasunie heb ik gebeld. Maar het is een hele tour om goede sponsors te vinden. Ja, toch iedere keer om iedere keer die nee te krijgen. Ja, op een gegeven moment ben ik er zelfs een keer flauw van. Hè, maar ja, je doet voor goed doel. En wellicht, er liggen nog heel veel lijntjes uit. En wellicht komt er nog wat. En wellicht bellen er mij nog mensen op van, maar luister, ik heb een tip voor je. Of ga daar eens heen, ga dat eens doen. Hè, dus het is de hoop is nog niet weg, weg, zeg maar. Nee. Niet weg, nee. Er zijn op dit moment wat acties op Twitter aan de gang. En via Hives en via de fanclub hebben wij dus ook mail rond laten gaan van jongens, alsjeblieft doneren dat we Jasper op de baan krijgen of aan de start krijgen op 20 maanden in Qatar. Jasper heeft gewoon een groot praktisch probleem. En dat is gewoon, gewoon een enorme domper. Dat is gewoon... Dat kun je niet indenken, denk ik. Ik blijf hoop houden, ja. Vorig jaar is het goed gekomen. Ik blijf gewoon hoop houden dat het vrijdag allemaal voor elkaar is. Vrijdag is de deadline en dan moet het geld binnen zijn. Anders is het over en uit voor Jasper Iwema en de fanclub.